Dus waterpolo is een ploegsport waar de 7 spelers tegen 7 spelers een wedstrijd spelen. Een wedstrijd duurt 4 x 8 minuten. Werkelijke speeltijd, wat betekent dat men ongeveer een uur in het water ligt. Men kan dus niet staan, dus het is eigenlijk constant zorgen dat je in beweging blijft, dat je water trappelt, dat je zwemt. En op die manier moet je proberen meer golen te maken dan de tegenstander. Zo simpel is het spelletje. Een simpel spel dus waarvoor u niet gestudeerd moet hebben. Antwerpen heeft met AZSC een topteam dat afgelopen week hun tweede wedstrijd van de play-offs afwerkte. Tegenstrever was Doornik, waarvan in de eerste wedstrijd verloren werd met 16-10. Antwerpen moest deze wedstrijd winnen om nog een derde en beslissende confrontatie af te dwingen. Ja, we waren een beetje verplicht aan ons publiek dat talrijk is opgekomen. We hebben tot nu toe een goed seizoen gespeeld. Vorige week zijn we even in boot ingegaan in Doornik. Dus wij waren wel op een revanche belust. De eerste wedstrijd in de play-offs de boot ingaan brengt meteen druk mee. Want bij een tweede verlies is het meteen gedaan en moest Antwerpen zich richten op een wedstrijd voor de derde plaats. Antwerpen weet wat gedaan en aangemoedigd door de talrijke supporters komen de Antwerpenaren op voorsprong. De 1-0 via Nick de Bakker. Toch is Antwerpen niet de favoriet voor de titel, want dat is Moes Kroon. Ja, Moes Kroon die vieren een jubileum dit jaar. Om dat deftig te vieren hebben zij gezien dat de bekerfinale bij hen thuis is. Ze hebben er geld tegenaan gesmeten. Ook op de spelerslijst hebben zij een ruime ploeg samengekocht eigenlijk, waardoor dat het zeer moeilijk wordt om die wedstrijd te winnen. Maar we hebben hier thuis in de beker het hen verschrikkelijk moeilijk gemaakt. Dus ik denk dat we net hetzelfde gaan doen. Hier thuis komt niemand makkelijk winnen. Duidelijke taal van de kapitein van Antwerpen. Antwerpen lijkt sterk in deze wedstrijd, maar hoe zit het nu met de sport in het algemeen? Wel, in het Antwerpen is het zo dat je vroeger had je heel veel clubs die waterpolo deden. En Antwerpen heeft altijd een heel grote traditie gehad, zowel van zwemclubs als waterpolo. En waterpolo was vroeger de uitlaatklep voor mensen die eigenlijk niet meer mee konden met zwemmen. Die stapten over naar waterpolo omdat ze daar liever mee een balletje speelden. En liever eigenlijk in ploegverband wouden spelen. En dat is dus, laten we zeggen, de sterkte van onze club ook altijd geweest. Dat wij een volledig panoplie hebben aan aanbod voor de mensen die graag van water houden. We hebben schoonspringen, wij hebben synchro zwemmen, wij hebben zwemmen, maar wij hebben ook waterpolo. Kortom, een waterrad kan altijd terecht bij AZSC. Gert van den Bremt met de 4-3. Antwerpen is goed op weg om deze tweede wedstrijd te winnen en zo een derde beslissende af te dwingen. Antwerpen is thuis een sterk geheel en dat weet ook de kapitein van de thuisploeg. We wisten dat we tot dit in staat waren, maar het moet er altijd uitkomen. Hè. Ik vind dat we nog eigenlijk in verhouding veel meer kansen hebben gehad. Goede kansen, waardoor we in het begin er nog veel misten. Maar gelukkig op de juiste moment, laatste time, gaan die er dan toch in. En kunnen we zo het verschil maken. En dan hebben we het rustig uitgespeeld, zoals een volwassen ploeg, ondanks de jeugdige leeftijd. Een volwassen ploeg met jeugdige leeftijd, daar zit muziek in. Antwerpen is klaar om nog jaren mee aan de top te draaien. Deze wedstrijd wint Antwerpen met 8-6 en zo hebben ze hun revanche en derde wedstrijd beet. Indien ze deze ook winnen, mag Antwerpen zich opmaken voor een best of three tegen Moes Kroon, dat in een jubileumjaar de titel maar al te graag zou binnenhalen. Ja, Moes Kroon is Torenhuis favoriet voor de titel al van mij het begin van het seizoen. Geen enkele wedstrijd verloren. Maar ik zeg het, als wij de finale zouden kunnen halen, zou dat een fantastisch resultaat zijn. Dan moeten we zien wat daar wel komt. Wel, wij hebben eigenlijk trainingsuren in praktisch elk zwembad van Antwerpen of Groot Antwerpen. Zowel Berchem, in Hoboken, overal hebben wij trainingsuren. En dus de mensen gaan best eens naar een zwembad en daar kunnen de plaatselijke mensen hen doorverwijzen naar onze club. Of ze gaan naar onze website, kazsc.be. En daar kan ook elke informatie gevonden worden.